Ik denk dat iedereen naar deze uitzending moet kijken, omdat we allemaal een beetje meer machines aan het worden zijn. En dat heeft gevolgen voor alles en iedereen, voor de mensen en voor de dingen. Bijvoorbeeld de mobiele telefoon, sinds die geïntroduceerd werd, kunnen mensen eigenlijk steeds minder telefoonnummers onthouden. Dus bepaalde hersencellen sterven af als er apparaten komen die dat beter kunnen. Dus ik zou zeggen, de uitzending Techmens gaat eigenlijk over die versmelting van mens en technologie en over de vraag wat gebeurt er met mensen als machines steeds beter en slimmer worden. Ben Hammersley is van mening dat naarmate machines meer van ons overnemen, wij zelf eigenlijk meer tijd overhouden om de leuke dingen in het leven te doen. It's not real unless you've taken a picture. Hij had bijvoorbeeld ook een hele soort van explosie bij de afwasmachine op een gegeven moment. Toen ging hij de glazen en borden in de afwasmachine zitten en zei echt van, oh, kijk eens wat erg, wat ontzettend zonde nou dat we daar een machine voor hebben, want vroeger dan stonden we gewoon nog met een kwastje met onze handen in warm water de borden af te poetsen, dat waren nog eens tijden. Dus hij wilde eigenlijk een beetje de draak steken met het idee van dat we iets verliezen als bepaalde taken door technologie worden overgenomen. En hij gelooft echt dat het alleen maar goed is als machines steeds meer van de domme dingen doen, zoals hij dat noemt, zodat wij tijd overhouden voor de leuke en de slimme dingen. De visie van Nick Bostrom is dat de mens in feite uit data bestaat. Hij heeft het Instituut voor de Toekomst van de Mensheid opgericht aan Oxford University. Hij is al eerder in Tegenlicht geïnterviewd en toen werd hij ook geïntroduceerd als de slimste mens op aarde. Dus het was best eng om hem te gaan interviewen. Maar uiteindelijk is het een heel leuk gesprek geworden, vind ik. Hij lijkt in eerste instantie eigenlijk bijna een machine. Hij praat heel logisch. Hij geeft op alles echt van die antwoorden waar geen spel tussen te krijgen is, omdat het logisch klopt. Maar uiteindelijk bleek in de loop van het gesprek dat hij ook een ontzettende romanticus is eigenlijk. Hij is heel romantisch, maar op een manier die je eigenlijk nooit ziet. Hij is romantisch voorbij het idee van de mens. Dus hij ziet de mens eigenlijk als een soort van voorbijgaande fase waar we niet al te dramatisch over moeten doen.